Zoals de meesten inmiddels wel weten, staan we hier dus bij een dochterbedrijf van Monsanto, Seminis. Monsanto is eigenlijk een chemisch bedrijf wat PCB's en onkruidbestrijdingsmiddelen, met name Roundup, verkoopt. En om de omzet van Roundup verder te vergroten, zijn ze zaadbedrijven gaan opkopen, waaronder het zaadbedrijf hier. Om hun marktpositie verder te verstevigen. Monsanto is nu het grootste zaadbedrijf ter wereld. En ook de grootste verkoper van genetisch gemanipuleerde, gepatenteerde gewassen. We hebben vandaag als verontruste burgers over de positie van Monsanto een inspectie gedaan. En het was een beetje lastig om binnen te komen. We waren blijkbaar niet erg welkom. Maar ik geloof dat het toch wel gelukt is wat bewijsmateriaal boven water te krijgen van de werkelijke agenda van Monsanto. Waarom zijn we hier eigenlijk deze week? Daar wil ik ook nog wel iets over zeggen. Want een van de greenwash verhalen van Monsanto, een van de verhalen van Monsanto waarmee ze hun producten proberen te slijten en acceptabel te maken, is te zeggen dat ze bijdragen aan de bestrijding van klimaatverandering. En dat doen ze onder andere met lobbywerk. Deze week is er een internationale top in Den Haag. Die gaat over klimaatverandering en landbouw. En daar zijn heel veel regeringsleiders, maar ook heel veel grote bedrijven bij elkaar. Om eigenlijk voor te bereiden voor de klimaattop in Cancún eind deze maand van de Verenigde Naties. En de reden dat wij eigenlijk de aandacht aan willen besteden is dat wij ons zorgen maken over wat daar dan op die top gebeurt. Er wordt zogenaamd gewerkt aan oplossingen voor voedselzekerheid ten tijde van klimaatverandering. Maar wij denken dat er veel meer ruimte is en aandacht voor de winstgevende praktijken van bedrijven die helemaal niet bijdragen aan het bestrijden van klimaatverandering, maar dat eerder veroorzaken. Nou, we hebben eigenlijk een aantal bewijsstukken gevonden. Een van de manieren waarop Monsanto hun winst zekerstelt is door boeren aan zich te binden met wurgcontracten. Boeren te dwingen zaaigoed te kopen van Monsanto door de concurrentie uit te schakelen. Boeren hebben geen keuze dan in zee te gaan met Monsanto. We kunnen alleen maar onder heel veel voorwaarden zaaigoed van Monsanto gebruiken. Ze mogen bijvoorbeeld niet meer zaaigoed bewaren en het volgend jaar opnieuw inzaaien. Ze moeten elk jaar Monsanto zaaigoed kopen. Monsanto zet ook boeren tegen elkaar op om elkaar te bespieden en te verraden als ze dat stiekem toch doen. Monsanto huurt privédetectors in om boeren te controleren en te beschuldigen van contractbreuk. Dat contract is eigenlijk een package deal. Zo'n boer koopt niet alleen het zaaigoed, maar hij is ook gedwongen om de pesticiden Roundup af te nemen. En wij denken in ieder geval dat de teelt van deze soja veel schadelijker is voor mens en milieu dan Monsanto beweert. Verantwoorde soja bestaat niet. En dit is een rapport waar meer dan 100 wetenschappelijke studies in geciteerd worden die aantonen hoe schadelijk Roundup en de teelt van Roundup Ready soja wel niet is. Het rapport heet GM Soy Sustainable? / Responsible. Waarom staat er responsible? Omdat Monsanto heel graag heeft dat de wereld gelooft dat die producten van hun verantwoord kunnen zijn. Daarbij weten ze het zelfs voor elkaar te krijgen om de steun van het Wereld Natuurfonds en Solidaridad daarin te krijgen. Hier hebben we de Wereld Natuurfonds Panda. Betrokken zijn bij een initiatief om een zogenaamd verantwoord label voor die Roundup Ready soja te maken. Dus dan wordt hier soja als verantwoord verkocht die in Zuid-Amerika geteeld wordt op heel schadelijke wijze. En waarom wordt die soja hier verkocht? Dat zijn niet de tofu's van alle vegetariërs. Nee, dat is het veevoer voor onze veestapel. Vandaar dat het heel relevant is voor de Nederlandse samenleving ook en voor de Nederlandse economie. En
En een ander verhaaltje wat Monsanto de wereld wil doen geloven, dat deze Roundup Ready gewassen ook heel klimaatvriendelijk zijn. Dat het bewijsmateriaal wat we daarvan hebben, is een persbericht van Monsanto uit 2007. Waarin zij beweren dat hun no-till systeem, oftewel hun systeem van Roundup Ready teelt. Waarbij geen til plaatsvindt, er wordt niet geploegd. En volgens hun zorgt dat ervoor dat deze teelt heel veel CO2 opslaat in de bodem. En daarom vinden zij dat zij klimaatsubsidies daarvoor moeten krijgen. En klimaatsubsidies in de vorm van CO2-emissierechten. En wij hebben die CO2 die zij in de bodem denken te kunnen opslaan met hun gewassen hier aangetroffen in de vorm van ballonnen. De vraag is natuurlijk hoeveel CO2 je opslaat met een gewas wat je in Zuid-Amerika teelt en vervolgens met schepen naar de andere kant van de wereld, China, Europa, versleept om daar aan vee te voeren. Maar dit is een van de grote oplossingen die ook bij die klimaat- en voedselzekerheid top in Den Haag nu gepresenteerd wordt als de grote oplossing van het grote bedrijfsleven. Landbouw die CO2 zou opslaan, wat jouw rechten geeft, uitstootrechten, die je dan weer kan verkopen aan vervuilende industrie. Dus dat is gewoon weer een andere manier om geld te verdienen aan die Roundup Ready teelt. Nou, nu is het zo dat Monsanto dus heel graag wil dat de hele wereld gelooft dat hun activiteiten en praktijken duurzaam en goed voor het milieu en goed voor mensen en goed voor boeren zijn. Dat zie je ook op hun website overal terug. En zij krijgen daarbij dus ondersteuning van niet alleen van maatschappelijke organisaties, van ontwikkelingsorganisaties, zoals Solidaridad of een milieuorganisatie als Wereld Natuurfonds. Zij krijgen niet alleen steun daarin van PR-bureaus die zij daarvoor inhuren. Zij hebben ook ondersteuning nodig vanuit de wetenschap. En ook en daarom financieren zij heel veel wetenschappelijk onderzoek. Dat moet namelijk het maatschappelijk nut van hun producten en de veiligheid ook van hun producten aantonen. En dan zie je dat bijvoorbeeld een universiteit als Wageningen, een landbouwuniversiteit, ja, voor de helft gefinancierd wordt door landbouwbedrijven, waaronder Monsanto. En dan kun je dus afvragen hoe welke belangen dat soort onderzoek nog dient. En wat je dan ook ziet is dat deze wetenschappers zich dan ervoor laten lenen om de invloed van, om ook beleidsmakers ook in Nederland te beïnvloeden. Zo is er vorig jaar een artikel gepubliceerd in het NRC. Dat heet Visie van gengigant Monsanto rijk tot in de Tweede Kamer. Nou, wat gebeurde daar? Een gerenommeerd wetenschapper van de Universiteit van Wageningen gaf een presentatie aan de Tweede Kamer. Heel positief over teelt van Genta-gewassen. En citeerde daarbij een onderzoek wat aantoonde hoe goed Genta geteeld is. Dat bleek een onderzoek te zijn gefinancierd door Monsanto. En dat is natuurlijk enigszins controversieel. De Tweede Kamer was daar ook helemaal niet over te spreken. Maar dit soort voorbeelden geeft wel aan, nou ja, hoe ver de invloed van Monsanto reikt. En hoe goed het verhaaltje al over is gekomen dat biotechnologie en genetische manipulatie gewoon voornamelijk oplossingen zou geven. Terwijl het maar één ding oplost en dat is volgens mij het probleem van te weinig winst van een bedrijf als Monsanto. Nou, dat is een hele waslijst aan bewijsmateriaal, zou ik zeggen. Eigenlijk zijn dit allemaal losse onderdelen die bij elkaar opgeteld de feitelijke geheime agenda van Monsanto ondersteunen. Maar het is een beetje, ja, om de Engelse term te gebruiken, circumstantial evidence. Het echte bewijsmateriaal, de klapper, is eigenlijk gewoon die agenda. En wat blijkt nou?
Er zijn een paar hele snuggere inspecteurs geweest die hebben weten door te dringen onder het oog van de beveiliging en de politie weten uit te komen en zijn doorgedrongen tot de directiekamer van Monsanto. En troffen daar aan een mooi portret van de algemeen directeur, meneer Hugh Grant, grote beurs. Hugh Grant. Volgens mij staat dat hier. En zoals een goed inspecteur betaamt, lieftallige assistenten, wilt u even helpen met het portret van meneer Grant op te houden? Dit hing in de directiekamer. Dit is de grote baas in Louisiana, Amerika. Dit is de man die de mooie PR-praatjes uitkraamt. Maar goed, zoals een goed inspecteur betaamt, hebben zij niet alleen maar naar de voorkant van het schilderij gekeken. Van het portret. Ze hebben dit van de muur gelicht. En wat troffen zij daar aan? Top secret. Monsanto's heilige eed. De verborgen agenda onthuld. Dit is hun werkelijke pledge, hun werkelijke eed. En die luidt: maximale winst en macht gaan boven alles voor Monsanto. Daarom zorgen wij ervoor dat, ten eerste, alle boeren afhankelijk zijn van onze zaden. Ten tweede, alle zaden zo gemanipuleerd zijn dat ze afhankelijk zijn van ons gif. Dat iedereen gelooft dat dit goed is voor mens en milieu. Dat alle regels en wetten onze belangen dienen. Dat kleinere boeren verdwijnen en alleen grootschalige bedrijven met monocultuurlandbouw overleven. En dat wij zo de voedselmarkt en de voedselprijzen kunnen beheersen. En dan zit er een kleine appendix bij, of een bijopmerking. Schade aan mens en milieu zijn van ondergeschikt belang. En wij zorgen dat eenieder die tegen onze belangen ingaat, de mond wordt gesnoerd. Ik denk dat dat ook is waarom zij ons hier niet woord willen staan. Zij hebben namelijk geen zin om te kakken gezet te worden. Zij creëren hun eigen podium om hun eigen praatjes naar voren te brengen. En hebben geen zin om de discussie aan te gaan met critici als wij verontruste burgers. Tot zover de presentatie. Ik kan nu nog enige vragen beantwoorden als die er zijn. Maar verder zou ik willen zeggen, geniet van een kopje biologische soep. Dankjewel. Wanneer gaan ze... Was hier een vraag? Er is een vraag, ja. Was hier een vraag? Wanneer gaan jullie tent dicht? Wanneer gaat Monsanto tot sluiten? Wanneer gaan ze sluiten? Is het al bekend? Ik vrees dat het niet bekend is, maar liever gisteren dan vandaag natuurlijk. Wat het beste zou zijn, is dat eigenlijk de mededingingsautoriteit bijvoorbeeld een uitspraak zou doen en zou zeggen dat Monsanto zich weer moet opsplitsen in alle kleine oorspronkelijke familiebedrijven die het waren. Zoals hier dit vroeger Royal Sluis was. En ik denk dat we er meer aan hebben inderdaad als Monsanto vandaag nog de poorten sluit, althans zijn kantoor. En een grote diversiteit aan zaden en zaadbedrijven hebben we meer aan dan enkele multinationals. Bravo! Oh.